Dini Stoefenbelt van Biblioplus Boxmeer. 31 januari is het gedichtendag met als thema muziek. Biblioplus gaat daar via het groeigedicht op een bijzondere manier aan werken. Dat klopt. Het is een nieuw experiment wat we gaan uitvoeren binnen Biblioplus. En we gaan samen met iedereen we dagen eigenlijk iedereen uit om mee te dichten aan het groeigedicht. Wat is een groeigedicht, vraag je dan natuurlijk. Een groeigedicht is een gedicht waarbij onze regiodichter Monica Bosmans de eerste twee regels heeft geschreven. En we vragen iedereen om mee te gaan schrijven. Maar we doen dat regel voor regel. Vanaf zondag 13 januari kan iedereen de eerste twee regels op onze website nalezen. En alvast nagedenken van wat zou een mooie derde regel voor dit gedicht zijn. Als u dat inzendt uiterlijk maandag in de loop van de dag 14 januari. Dan denkt u mee naar de derde regel. En wellicht wordt dan uw regel de derde regel van het groeigedicht. Het is bedoeld voor jong en oud? Het is bedoeld voor jong en oud, ja. Iedereen mag een poging doen om de derde regel van het groeigedicht te schrijven. Dinsdag gaat de jury nadenken van wat is nou de leukste, spannendste regel, derde regel. Op woensdag 15 januari staat de derde regel ook op onze website. En op dat moment kunt u weer nagedenken over de vierde regel. Zo gaan we door tot dat uiteindelijke gedicht 8 regels heeft. U verklapt nog niks over de aanzet, maar die wordt steeds gegeven door de regiodichter. Nou, de eerste twee regels. De eerste twee regels worden gegeven door de regiodichter. Die staan dus vanaf zondag op onze website. Uiteindelijk rolt daar een compleet gedicht uit. Ja. En er wordt bekendgemaakt wie er een bijdrage hebben geleverd aan het complete gedicht. Natuurlijk, want het zou niet leuk zijn als niet iedereen wist wie nou die mooie regels geschreven had. Op gedichtendag, 31 januari, tijdens de afsluiting. Het afsluiting van het gedichtendagfeest in Grave. Wordt het complete gedicht bekendgemaakt. En worden ook de namen van de dichters bekendgemaakt. U spreekt over Grave, daar zit waarschijnlijk iets meer achter. Er wordt samengewerkt. Ja. We doen dit samen met, alles wat wij doen rondom Gedichtendag doen we altijd samen met de literaire clubs in ons werkgebied. Maar de afsluiting vieren we altijd in samenwerking met Pen en Stem. Pen en Stem, daar kunt u misschien iets meer over vertellen? Pen en Stem is de literaire club in Grave. En is een van de clubs die ook meewerken aan de activiteiten rondom Gedichtendag die wij altijd organiseren als Biblioplus. Evenals Mera Liet en Boxmeer en de Vrije Dichters Boxmeer. Want zoals iedereen waarschijnlijk al weet, wordt ook op 31 januari allemaal mooie gedichten uitgedeeld via de verswinkeliers. Maar wordt ook ons groeigedicht, het eindelijke gedicht, bekendgemaakt. Het is vooral een streven ook van Biblioplus om de poëzie wat meer aandacht te geven? Ja, ja. We willen heel graag dat iedereen gaat ontdekken hoe mooi een gedicht kan zijn. En wat is er mooier dan aan te sluiten bij Gedichtendag? Dan is er al wat aandacht voor Gedichtendag en kunnen we het mooi inbedden. Waar kan men alles terugvinden, mensen die nog iets meer willen weten over deze werkwijze? U kunt het allemaal teruglezen op onze website www.biblioplus.nl. Ik kan misschien nog even zeggen hoe we de gedichtregels kunnen aanleveren, want dat kan op een aantal verschillende manieren. Dat kan via onze website waar een button op staat. Het kan gewoon op Twitter. U kunt ons ook volgen op Twitter. En het kan via info@biblioplus.nl en natuurlijk ook in de bibliotheken. Dankjewel en veel succes. Dankjewel.